Ja, dat beververhaal is niet helemaal goed uit de verf gekomen. Blijkt dus dat ik echt totaal niet om kan gaan met levensvormen met een mening. Omdat ik in de regel natuurlijk in principe altijd gelijk heb. Dus de bever is nu dood. En dat is hartstikke grappig, want in het Frans is bever natuurlijk gewoon boivre. Boivre! En ja, heel frappant. Want het lijkt totaal niet op het Nederlandse woord. Boivre! Nee, het zat er wel aan te komen hoor. Maar ik ben blij dat die erkenning nu toch is gekomen. De mensheid die had even een aanloopje nodig. Maar ja, ik ben daar toch wel blij mee. Maar het boeit me geen reet. Weet je? Het is wel grappig dat het dan met Pinksteren gebeurt. Want ja, dat verzin je zelf ook niet natuurlijk. Dus jullie zullen wel denken, wat heeft die gozer voor rare slippers aan? Maar dat zijn natuurlijk gewoon bergschoenen. Dit keer doe ik het op bergschoenen. Ik verricht natuurlijk wonderen, maar verwacht niet dat ik wonderen ga verrichten of zo. Hoewel ze niet de wereld uit zijn. Ja. En ik heb gemerkt aan mezelf dat ik het beste gedij als ik echt totaal geen idee heb waar de fuck ik mee bezig ben. Dus wat dat betreft denk ik dat ik de politiek in ga. En ja, hier, dit is het plafond. En er hoeft eigenlijk alleen nog een plafond in. En dan maak ik het saus klaar. Dus ik ga het saus klaarmaken. En ja, saus klaar. De saus is klaar.